Don't judge a book by its cover. Even terug naar waar we vandaan komen. Waarom deel je verhaal? Ieder mens heeft een verhaal, ieder mens heeft duizenden verhalen. Dat zijn geen papieren meer en dossiers meer, maar dat zijn echt mensen. En als je die mensen een gezicht geeft aan een podium, denk ik dat je, ja, dat je een hele mooie stap zet richting normalisering en burgerschap. Als een klant binnen de crisisopvang binnenkomt, dan wil die eerst en vooral benaderd worden als een mens. Het is natuurlijk een mens die de grip kwijt is op zijn hele situatie op dat moment, op het leven ook. Maar hij blijkt prima in staat te zijn om samen met de medewerker zijn eigen koers te bepalen in relatie tot zijn herstelproces. Wat ik fantastisch vind is gewoon de passie en ja, de liefde voor de mens die gewoon van dit soort opvanglocaties en de mensen die daar werken afstraalt. We benaderen de mens vanuit een krachtgerichte methodiek. Nou, dat doen we doordat we vooral aandacht hebben voor wat iemand wel kan en ook wil. En dat is het uitgangspunt. Dus we kijken niet naar de beperkingen. Ja, waar ik heel erg blij mee ben, is dat gemeenten nu de mogelijkheid hebben gekregen om de zorg zelf vorm te geven. In samenwerking met zorgpartners. Vooral in samenwerking met de mensen die met de voeten in de modder staan. En dat we daarbij ook zeg maar, de oude hokjes die bestonden, waarbij mensen te weinig met elkaar konden samenwerken, dat dat nu van de baan is en dat we daar een veel betere samenhang in hebben kunnen brengen. Wat ik goed vind gaan is dat er heel snel en heel adequaat een probleem wordt opgepakt. Hè. Er zit geen bureaucratie achter en er zit geen gedoe achter voordat de mensen in actie komen. Dat de afspraken duidelijk zijn en dat de klanten ook niet naar buitenshuis hoeven te gaan om een uitkering aan te vragen. Komt een klant binnen bij ons op intake, dan gaan we een goed gesprek met elkaar aan. Dat gesprek leidt uiteindelijk tot een zorgvuldig beeld en een goede analyse van de vertrekssituatie. Is het alleen financieel of ja, zitten mensen op een andere manier sociaal in de knoop? Zit het in relaties? Zijn er misschien beperkingen aan de orde? Als je dat eerder weet, dan kun je ook zeg maar, sneller zorgen voor doorstroom. Na de intake maken we de juiste match. Dan wordt er een persoonlijk begeleider gekoppeld aan de klant. En die coacht hem gedurende het traject binnen de crisisopvang en ook daarbuiten. Ik ben altijd vrachtwagenchauffeur geweest. Op enig moment lukte dat niet meer. Op dat moment had ik zoiets van, goh, als ik ooit van die auto af moet, ga ik met mensen werken. Welke vorm dat voor mij had, dat was nog niet duidelijk. Zorg is heel breed, van het ziekenhuis tot aan hetgeen wat ik nu doe. Ja, wat er veranderd is, naar mijn mening, is dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden. We zetten in het traject bewust in op aandacht voor en de rol en betekenis van de medewerker, de vrijwilliger, de ervaringsdeskundige die we in huis hebben. Als eerste is de lokale en de eigen sociale omgeving is aan zet. Het sociaal netwerk van de cliënt en eventueel familie en of vrienden die er nog zijn. Pas dan komt de professionele instantie als eerste lijns en als tweede lijns organisaties in beeld. Ik heb vast werk gehad, maar door omstandigheden is dat misgelopen. En daardoor ben ik een beetje weggezakt en daardoor heb ik schuld opgebouwd en me op straat gezet. Een sociaal-juridisch medewerker gaat samen met de cliënt orde op zaken stellen voor wat betreft financiën en regelzaken. Hierdoor komt er voor de klant weer perspectief, want het op orde krijgen van schulden is een onmisbare voorwaarde om ruimte te scheppen voor mensen om aan hun herstel te kunnen werken. Ik ben Anja Nolte, ik ben inkomensconsulent bij IST Born, dat is de sociale dienst van Brunsum, Onderbank en Landgraaf. Voor Heugde Licht verzorg ik de uitkeringen voor de mensen die hier opgenomen zijn. Wij als consulenten van IST Bol komen sinds een jaar één keer per week naar Heugde Licht toe. Dat heeft als groot voordeel voor zowel de klant, IST Bol en Heugde Licht, dat de lijnen heel kort zijn. Iedereen wordt hier echt op gelijke manier behandeld en wordt geholpen om weer de goede weg te vinden. Ik heb zelf wel bijvoorbeeld toch een behoorlijk aantal jaren moeten leven van een bijstandsuitkering vroeger.
Dus ja, ik ben nu eigenlijk als wethouder verantwoordelijk voor de sociale dienst, waar ik in het verleden ook wel eens ooit klant ben geweest. Dus wat dat betreft is het helemaal niet verkeerd dat ik gewoon ook uit eigen ervaring weet wat het betekent om voor een bijstandsuitkering te moeten aankloppen bij de gemeente, bij de sociale dienst. Ik denk door de mensen een uitkering te verstrekken wordt er een financiële stabiliteit geboden. En dat is een van de onderdelen om weer op weg te gaan de goede richting op in samenwerking met alle andere organisaties die hier bij Heugdelicht betrokken zijn. We zijn nu in de keuken. Klanten die hier verblijven, die koken in principe zelfstandig. Vanuit de gedachte dat dat ook te maken heeft met zelfredzaamheid. Dat kunnen mensen ook die hier verblijven, want die hebben ook altijd voor zichzelf moeten zorgen. Dus dat doen ze hier ook en ook zorgen voor elkaar. Dat betekent dat ze aan de hand van een budget ook zelf hun boodschappen gaan doen. Samen bepalen wat er gekookt wordt en wanneer. Dat laten wij in principe los, onze medewerkers ondersteunen daar nog waar dat nodig is. En we normaliseren zoveel mogelijk daar waar het kan. Binnen de crisisopvang is participatie een verplicht, maar ook een heel belangrijk onderdeel. We doen de mountainbikepaden waar de fietsers overheen moeten, die houden we schoon. Die snoeien we bij, dat doen we een dag in de week. En zo zijn er allerlei initiatieven ontstaan binnen die dagbesteding. Ja, en dat breiden we steeds meer uit. Ik heb gezegd, iedereen krijgt bij mij een kans. Ja, dit is een projectje dat hebben we met de mensen van de dagbesteding gedaan. De oude zand eruit, de nieuwe erin. Ze gaan nu met het schilderwerk beginnen. En wij zijn er gelukkig mee. En ik heb toch die mensen aan het werk kunnen houden. Opmerkelijk gedurende het traject van participatie is daar waar wij de cliënt in de eerste instantie bijna betuttelend dwingen om deel te nemen aan activiteit en activering. De cliënt eigenlijk al heel snel een ommekeer maakt en een omzwaai maakt naar continuering en dat hij heel graag ook wil deelnemen. Ik zit hier sinds 2 maanden op Heugdelicht. En sinds een maand doe ik mee aan participatieprojecten. En daar heb ik best wel veel zin in. En dat gaat naar omstandigheden, gaat het redelijk goed met mij. Op de paardenmanege op Rimburger Hoeve. Ik doe mee met tuintjes onderhouden, mountainbikepad onderhouden. En brigadieren sinds kort. Zo houden we ons bezig. Dit is wel de derde groep mensen die we opleiden. En ik denk dat dat zo rond de periode januari is geweest. Want toen zijn ze begonnen met de aanleg van de buitenring. En dat leverde dusdanig veel problemen op dat wij onze kinderen niet veilig konden laten oversteken. In overleg met een vader, die in een andere grote organisatie met gehandicapten zit, zijn we op het idee gekomen om de mensen van Heugdelicht een keer te benaderen en te vragen of zij misschien zouden kunnen ondersteunen. Nou, daar werd heel positief op gereageerd door Sandra. Dus eigenlijk vanaf het moment dat de vraag gesteld is, 3 weken daarna was alles geregeld en was de eerste groep brigadiers stond aan de Europaweg om onze kinderen veilig over te laten steken. De meeste mensen van Heugdelicht die hier komen, die komen hier met heel veel plezier, met heel veel betrokkenheid. En die vinden het werk dat ze doen heel zinvol. Als een goede besteding van hun tijd. En dat merk je aan het feit dat ze gewoon plezier hebben. Ze vertellen erover, ze vertellen de belevenissen, datgene wat ze meemaken. Ze zijn heel accuraat in het opschrijven van auto's die door het rode licht rijden. En ze nemen hun verantwoordelijkheid. Wat ik mooi vind aan de samenwerking met Heugdelicht is dat we met elkaar de verbindingen weten te leggen. En dat we problemen, knelpunten die in onze maatschappij zijn, en dat is heel concreet hier, het niet meer veilig kunnen bereiken van onze school, dat we daar samen onze schouders onder kunnen zetten. En dat is mooi. Mooi voor kinderen, mooi voor ouders en ook mooi voor de mensen van het Heugdelicht. Als je mee mag doen en mee kan doen, leidt dat toch een stuk zelfrespect, waardering, de omgeving die anders naar je kijkt. En daarmee is het ook denk ik echt een onderdeel van het genezingsproces of het hulpproces bij de cliënt. Toen was er geen optie meer omdat ze mijn huis hadden afgepakt van de deurwaarder uit daar.
En toen moest ik uit de woning en toen ben ik gegaan gekomen. Ik ben nu bezig met me weer omhoog te werken. Het is wel moeilijk, maar doordat ik nog steeds een goed contact heb met mijn twee zonen, is dat wel mogelijk voor mij. Als ik helemaal weer op mezelf terugkom, op mezelf ga wonen, is dat wel mogelijk. Ja. Ik vind dat wij in Nederland, als we niet oppassen, een maatschappij aan het ontwikkelen zijn met een grote mate van tweedeling. Enerzijds de sterke en in vele opzichten succesvolle kant die het allemaal goed heeft. En daarachter een kwetsbare kant die in armoede leeft, die in de steek gelaten wordt, die niet aan het werk gaat of kan of mag. Die tweedeling die stoort mij zo dat ik zoiets had van ik ga de politiek in en ik ga daar wat aan proberen te doen. We bevinden ons nu op de begane grond van de crisisopvang. Als de klant binnenkomt, dan begint hij hier. Dat doen we heel bewust, want we willen graag samen met de klant kijken wat hij nodig heeft en waar de behoefte ligt. Dit gebouw kent 3 verdiepingen. Naarmate de zelfstandigheid van de klant toeneemt, gaat hij ook hoger in de verdiepingen wonen. Woon je dus op de 3e verdieping, dat betekent eigenlijk dat je op doorstroom en ook op uitstroom staat en dat zelfstandig wonen bijna gerealiseerd is. Ja, ik ben Priscilla, mijn relatie uit elkaar gegaan en daar ben ik hier terecht gekomen. Ik heb een zwaar traject gehad, maar uitzicht op een eigen woning via housing. Dit gebouw van de crisisopvang leent zich uitstekend voor onze krachtgerichte benadering. Want wat is eigenlijk nou mooier naarmate je hoger komt in de verdiepingen, dus ook je zelfstandigheid en je zelfredzaamheid steeds groter is, er ook steeds meer letterlijk steeds meer licht gaat schijnen. We zijn nu op de 3e verdieping. Dat betekent dat de mensen die hier verblijven geheel zelfstandig opereren en eigenlijk als volwaardig burger op hele korte termijn weer in de wijk gaan wonen, in de samenleving, gewoon net als ieder ander mens. Nou, wat volgens mij heel erg goed gaat, is dat we plekken hebben voor mensen waar heel erg bevlogen professionals en vrijwilligers zich inzetten om die mensen weer op de eerste plaats gewoon een dak boven het hoofd te bieden en perspectief te bieden. Dit sluit natuurlijk heel mooi aan bij de visie van de Levante Groep. Hè. Elk mens heeft gewoon recht op volwaardig burgerschap. Het is begonnen op de maatschappelijke beursvloer eind 2014. Daar is een koppeling gemaakt met de mensen van Deel Je Verhaal, team Deel Je Verhaal. Deel Je Verhaal heeft precies wat Cindy zegt, is ontstaan vanuit het oogpunt om te normaliseren. En om te laten zien dat we allemaal mens zijn. Omdat we het heel mooi vonden om een koppeling te maken tussen zorg en burger. Om eigenlijk te gaan ontschotten. Maar ook vanuit een stukje passie en ervaringsdeskundigheid. Waarom doe je nou datgene wat je doet? Wat zit er nou voor jouzelf in? En wat hebben wij van jou te leren? En wat kunnen mensen ook weer van ons leren? Dat ondanks dat je beperkingen hebt, dat het ook ruimte biedt en dat het ook mogelijkheden geeft. Juist omdat je beperkt bent. Ik ben iemand die heel boos over kan maken als mensen zeggen van ja, je krijgt wat je kunt dragen, dat soort opmerkingen. Of ach ja, ieder huisje heeft een kruis. En dan denk ik altijd nee, het is gewoon heel erg oneerlijk verdeeld. Sommige mensen krijgen echt lange shit over zich heen en anderen gebeurt wel eens wat, maar het is heel ongelijk. En dat zou iets zijn, maar misschien is dat wat kapstokje waar ik... mijn verhaal aan zou willen hangen. En je hebt een bepaald idee waardoor mensen in de crisis op van komen. En voor mij was het een eye-opener destijds van soms zit het die gewoon hier tegen. Dus daar kun je niks aan doen. Ja. Dat overkomt je. Ja, het toeval wil dat ik een paar weken geleden een heel direct familielid van mij aan moest kloppen bij de crisisopvang. Weliswaar bij een andere instantie, maar met dezelfde bedoeling. Op dat moment zie je wat zo'n crisisopvang echt in de praktijk doet. En dan krijg je wel mee van dat het ongelooflijk ingewikkeld werk is, maar dat het met ongelooflijk veel passie en liefde en zorg uitgevoerd wordt. Dus ik ben een beetje ervaringsdeskundige. Ja. Het is traditie geworden dat Lotte iedere avond onze hele verhalenavond opent met dit soort mooie muziek. We hebben allemaal een verhaal. En dat ben ik op het podium gaan vertellen. En het meest bijzondere vond ik dat op het moment dat ik dat vertelde, dat mensen mij hun eigen verhaal terug gingen vertellen. We zijn het misschien te veel verleerd om met elkaar te praten over de dingen die we meemaken in het leven.
Cindy, als ik het goed heb gehoord, heb jij ook gesproken op die speciale editie over de mijnen. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe kwam je op het idee en hoe is dat verder in zijn werk gegaan? De speciale editie over het sluiten van de mijnen, daar heb ik het verhaal mogen vertellen over mijn vader. Ik vond dat zo speciaal om dat op een podium of in een omgeving met medestanders te kunnen delen. Dat ik ook dacht van, goh, waarom doen we dit niet met de crisisopvang? Als ik het link aan onze organisatie, dan is de missie van onze organisatie draait om volwaardig burgerschap. Wat is er nou mooier om volwaardig burgerschap letterlijk deze avond gewoon een podium te geven? Dat is eigenlijk wat er gebeurd is en dat is waarom we hier staan. Ik heb een hele mooie spreuk gezien dat verhalen vertellen de kortste verbinding is tussen mensen. Dus we willen deze verbinding vanavond heel graag met jullie aangaan. Heel mooi dat de zaal zo vol zit en ik hoop dat jullie een mooie avond hebben, een inspirerende avond. Niet te veel last hebben van de warmte en dat achteraf alles het waard was. I'm ready to inspire you. Een verhaal moet ergens beginnen. Ik start mijn verhaal in 2008. Het jaar waarin ik eerst nog eigenaar was van een café en discotheek. En vervolgens ben opgelegd en ben alles kwijtgeraakt. In het ziekenhuis. Toen ik daar lag als patiënt, liep verpleegkundige mij toch echt niet leuk meer. In plaats van naast het bed, lag ik erin. En als je dan thuis komt, ja, dan heb je natuurlijk wel wat te vertellen. En dan wordt het stil in de woonkamer. Deze vakantiebestemming hebben we nooit bereikt. Als ik terugkijk naar mijn 5 maanden in de opvang, ben ik uiteindelijk zo blij dat ik daar naartoe ben gegaan. En dat ik toch die keuze heb gezet om hulp te zoeken bij deze mensen. Hoe zorgen we ervoor dat mensen niet onnodig lang in de opvang moeten verblijven? En weer echt, zo nodig met een steuntje in de rug, op eigen benen kunnen staan? Het was een echte wake-up call voor mij. En een van de beste stappen die ik volgens mij in 24 jaar tijd ooit heb gezet. Om die reden maakten mijn ouders een mogelijke plaatsing binnen Heugdelicht met mij bespreekbaar. Ik vond dit erg moeilijk, wilde dit eigenlijk niet accepteren. Ik schaamde me, maar heb hun advies toch opgevolgd. Toen mijn broer een paar jaar later uit het niks begon te schreeuwen, op de televisie ging slaan en rare uitingen deed over demonen en extreem achterdochtig werd, wisten we dat het goed mis was. De laatste jaren sta ik wel anders in dat werk dan toen ik eraan begon. Dus zo gezegd, zo gedaan. En ruim 2 jaar later werk ik daar nog steeds. Eerst super opgevangen door toen begeleiders en nu collega's. Hoe mooi is dat? En op deze mooie zomerdag gebeurde er iets met mij. We reden ronde door Zuid- en Midden-Limburg met verstandelijk en lichamelijk gehandicapte mensen. Zij genoten van de aandacht, de rit en de barbecue aan het einde van de dag. Ik genoot van de mensen. Na 10 jaar werd ik bevorderd, moest ik het wijkwerk eraan gaan geven. En toch, eigenlijk een van de weinigen, moet ik zeggen, was het Heugdelicht. Dat bleef me na in het hart. Heb ik ook nooit onder stoel of banken gestoken. Dankjewel voor het luisteren. Alles is denk ik wel zo'n beetje gezegd vandaag. En ik ben zo onder de indruk van jullie verhalen. En ook heel fijn dat jullie dit met ons hebben willen doen. Ik hoop dat ik het met mijn woorden goed over kan brengen. En we wilden jullie ook nog iets tastbaars meegeven. Gemaakt door Manon. Moet ook maar ook erbij gezet worden. Dus heel erg bedankt. En een heel groot applaus nog 1 keer voor deze fantastische mensen. Ik vond het vooral heel indrukwekkend hoe mensen toch een persoonlijk verhaal wilden vertellen. Je zag dat een heleboel mensen hartstikke zenuwachtig waren. Maar de manier waarop ze het vertelden en wat voor indruk dat maakte bij iedereen, inclusief mezelf, dat vond ik echt enorm tof. Heel leuk. Ja, wat een avond. Het waren wel verraden die binnenkwamen hoor. En ja, als dan zo iemand daar breekt, dan voel ik hem ook. Echt heel mooi, heel inspirerend. Vooral hele rake verhalen moet ik zeggen. En inderdaad, geraakt. Dank je. Ja, fantastisch. Echt hele inspirerende verhalen gehoord. Van verschillend kaliber, maar allemaal met hetzelfde thema. De mensen achter het verhaal. Het was echt prachtig, ja. Echt heel indrukwekkend. Ja, ik vond het echt een geslaagde avond. Interessant. En van de Heugdelicht krijg ik nog over een maandje eigen woning. Weet dat er achter elk mens, ziek of gezond, een verhaal schuilt. En probeer daarbij aan te sluiten. Don't judge a book by its cover. In there.
manger ma soeur.